We gaan alleen napraten over deze wedstrijd met Lucas Hoekman, trainer van Nunspeet. Ja, die kwam hier zojuist binnen in het business zone van de voetbalvereniging Nunspeet. En iedereen riep gelijk gefeliciteerd trainer, gefeliciteerd. Hoe heerlijk is dat, Lucas, als je zo binnenkomt? Nou, we zijn nog 13 wedstrijden. Het is fijn om te winnen vanmiddag. Het geeft ons ook weer een boost. Want we doen mee in de tweede periode en we moeten zo snel mogelijk ook naar de topposities toe. En dat moet kunnen. Eerste seizoen zelf was natuurlijk best wel een beetje rommelig met alle blessures die we gehad hebben. Maar langzaam komen we nu op stoom. Iedereen is beschikbaar. Je kan nou gewoon ook weer wisselen en dan is er geen kwaliteitsverschil. En dat we vandaag van de koploper winnen, dat is positief. Dat geeft ons een goed gevoel. Heeft het spel van Nunspeet een beetje verrast vanmiddag? Want vooral de eerste helft, een heel ander team dan wat we wedstrijden lang gezien hebben. Ja, zo zit ik er niet in, dat weet je. Ik vond ons vorige week ook zeker niet slecht spelen. En uit bij ZOB was een prima prestatie, want daar wint niemand. Alleen wij hebben daar gewonnen. Maar goed, op een gegeven moment ben je wel op zoek naar een bepaalde balans. Zeker ook omdat het eerste seizoen zelf, die was rommelig. Kijk, en we hebben deze week van alles overwogen. Zullen we 3-4-3 gaan spelen? 4-3-3, 4-4-2. Nou, we hebben de middenweg gekozen vandaag. Ik vond ons voor de rust ook al goed voetballen. De betere ploeg. Maar hun kreeg toch ook wel even twee hele goede kansen. En dat is voetbal. Van Loen die loopt hem dan over de goal heen. Hoewel er misschien een vrije trap voor ons had moeten zijn. Maar oké, dat gebeurde niet. Ja, en dan de tweede helft. Eerst met 11 tegen 10 en later met 11 tegen 9. Dan moet ik mijn ploeg een compliment geven. Die moet rustig blijven. Die kansen gaan komen. En dan maken we denk ik toch wel drie hele goede goals. Ja, en vaak zeggen we dan van het is lastiger tegen 10 man te spelen dan tegen 11 man. Ja, want er is weinig ruimte. Ze gingen natuurlijk op hun eigen 16 spelen met één man voorop. En soms niemand voorop. Nogmaals, dan moet je rustig blijven. Die kansen komen. En natuurlijk zit je op de klok te kijken. Jongens, 70ste minuut. Hij moet nu wel gaan vallen. Nou, en gelukkig zijn ze ook gevallen. En verdiend. Maar het duurde wel heel lang, hè, voor die bevrijdende 1 tegen 0 viel. Ik zei, 11 tegen 10 is moeilijk en 11 tegen 9 zal niet zeggen dat dat moeilijker is. Er komt natuurlijk nog meer ruimte, maar je moet geduldig blijven. En we waren ook allemaal wel van mening. Jongens, we moeten ons niet gestrest, niet overhaast. Die kansen gaan komen en in de rust zeiden we tegen elkaar, die wedstrijd gaan we ook winnen. Ja, en dan is het uiteindelijk die 1 tegen 0. Dan ga je toch wat makkelijker wat spelen, wat vrijer spelen. Er is veel meer ruimte tot op de 16. Maar je moet toch opletten. Ja, je moet zeker opletten. Als iedereen naar voren gaat rennen. Maar ik vond ook al, voordat we de 1-0 maakten, dat we dat goed deden. En we hielden mensen op de as. En de zijkanten werden steeds goed bezet. Van de week ook getraind. Jongens, als we wat willen tegen deze ploeg, die ook bij 11 tegen 11 de as goed afschermt, moeten we via de zijkanten komen. En dan heeft Karim laten zien vandaag als linksachter hoe je daarin moet vullen. Ja, nee, dat was heel, heel duidelijk. Nou, prima goals in ieder geval. Prima overwinning. De stand op dit moment, Nunspeet op de 7e plek. Is dat een beetje wat je verwacht had? Niet wat we verwacht hadden. Daar staan we nu. Omdat we zoveel punten hebben. Maar we kijken nog steeds omhoog, Fred. Hoe kijk je dan tegen die tweede seizoenshelft aan? Want we zitten precies op de helft, hè? Nou, we hebben 6 punten verspeeld tegen de ploegen die boven ons staan. Ik weet niet of je dat bekeken hebt, maar 13 tegen de ploegen die onder ons staan. Nou, dan moeten we daarin verbeteren. In die wedstrijden ook goals maken. En dat was ons probleem natuurlijk ook in die fase. Maar dan geloof ik na 9 wedstrijden op een gegeven moment 10 goals. En nu maken we in 5 wedstrijden maken we er ook 10, geloof ik. We stonden op 7. Ja, 10. Je bent de tel nu al kwijt. Ja. Dat geeft dus aan, om wedstrijden te winnen moet je wel doelpunten maken. En dus 10 in de laatste 4. Ja, nou, je zegt het al, hè, van de 13 punten verloren van die ploegen die onder ons staan. Komende 2 weken, de Meren en Argon. Ja, elke wedstrijd in deze klasse die is zwaar. De Meren heeft ook een prima elftal. Die hebben de gebroeders Prins voorop staan. Die hebben ook deze week weer gescoord. Die scoren elke week. Dus die hebben onze extra aandacht nodig. En natuurlijk gaan we altijd voor de winst. Ja, dan. Je begint vanmiddag weer met Rijen Roelofs in de spits. Je vervangt hem later door Van der Wijk. Huisman komt er ook nog in. Ja, er was op een gegeven moment natuurlijk de mogelijkheid om wat meer druk, nog meer druk naar voren te zetten. Nou, kijk. Op een gegeven moment, we hebben natuurlijk alle spitsen al uitgeprobeerd.
Je weet waarom Reijer in de spits staat. Maar op een gegeven moment zaten we natuurlijk voorin in de 16 van de tegenstander. En dan is if Michael een specialist, maar dan hoeft hij niet zoveel ruimte te hebben. Dan hangt hij hem er ook in en dat liet hij ook zien. Ja, dat was heel, heel duidelijk. Dani Smits, die is gestopt met voetbal. Is dat een gemis? Altijd, want we hebben natuurlijk twee langdurige blesseerden. Bram en Mannix. Dus iedereen die dan afvalt van een groep van 19, die ga je missen. Jean Poot is weer terug. Ja, die hebben we vandaag ook gecomplimenteerd met zijn terugkeer. Dat hij weer minuten kon maken bij de eerste selectie. En dat is vooral voor Jean, die staat heel fijn. Maar ook voor onze helft dan. Heel eventjes heeft hij zich nog warm gelopen. Ja, dat zou wel een truc geweest zijn van Arnold. De keepers erin. Ja, ja, maar het zal wel in overleg met jou zijn gegaan, toch? Nou, hij vroeg serieus aan me, zullen we Jean nog even laten invallen? Maar die mag nog niet duelleren, dus ik vroeg me af waarom je die vraag stelde. Ja, oké. Okay. Nou, daar hebben jullie het dan van de week nog wel over. Je hebt ook aangegeven, Lucas, aan het eind van dit seizoen te stoppen als trainer van Nunspeet. Ah, daar ben ik in deze fase niet meer bezig als je het niet erg vindt. Nee, maar de wedstrijd is nu voorbij, dus nu kun je vragen van, waarom? Omdat ik, dat heb ik toch aangegeven, ik bedoel, ik wil ook meer vrije tijd, net als Lodewegers. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. Ja, zeker, ja zeker. Of gaan jullie samen wat beginnen? Nee. Maar we gaan hier eerst afsluiten en liefst met een prijs. Dat is onze doelstelling en dan eind mei, dan zullen we wel nadenken over het stoppen. De tweede periode staat er voorlopig goed voor. Dat is mooi en dat helpt ons weer aan vertrouwen en dat we van iedereen kunnen winnen. Maar als we niet top zijn, kunnen we ook van iedereen verliezen. Want Monnikendam heeft hier zijn eerste overwinning behaald en sindsdien behoorlijk punten gepakt. Alles is dus mogelijk. Dankjewel, Lucas. Nogmaals gefeliciteerd. Ja, even napraten over de wedstrijd. Nunspeet-Montfort, de koploper. Nunspeet haalde vandaag het maximale eruit. Een 3-0 overwinning. Dank u.